Maar steeds terugkerende gedachten waarvan je echt wel, nou ja, die je spuugzat bent. Welke je? Ik zei geen je, toch? Of? Ja, die je spuugzat bent. Oké. Okay. You're right. Die hele je is een constructie. Die denkbeeldige je, ja. En zo ga je in dat hele ik-gebeuren zitten rondlopen. Mm-hmm. En daar is no way out. Nee, dat heb ik inmiddels in de gaten. Ja. Goed. Dus het maximale wat dat kan opleveren is dat je ziet dat het niet werkt. En nu? Zien wat je, nu zien wat je bent. Probeer maar eens te ontkennen dat het gewaarzijn er is. Probeer maar eens iets te bedenken zonder gewaarzijn. Ja, soms twijfel ik dan wel eens, hè. Dan denk ik van... Is ja, maar niet... soms hebben we niks aan, nu. Ja, oké, okay, ja, nu is soms. Hè. Dus probeer nu eens iets te denken zonder, zonder bewustzijn. Dat gaan we niet. Voilà, dus bewustzijn is het eerste principe, stay there. Jij, bewustzijn, vindt geen fuck van welke gedachte dan ook. Herken dit feit. That's it. Ik leef of naar de werkelijkheid, of ik leef in de illusie. En in de illusie is het hele gevecht eindelijk. Mm-hmm. Die niet bestaande ik, die verzint iedere keer weer hele domeinen, die doorgeploegd en overwonnen en weet ik veel wat allemaal moeten worden voordat het licht doorbreekt. Het hele boeltje staat al in het licht. Die hele schijnvertoning zou niet mogelijk zijn zonder dat. En op het moment dat je realiseert dat die hele ik-constructie een fata morgana is, waarom zou je daar dan nog iets aan willen veranderen? Je ziet dat het een luchtspiegeling is. Op het moment dat je het realiseert, ja, dan zijn er niks, maar dat is nou net even het punt. Ja, maar daarmee moet je niet gaan zitten knoeien aan de fata morgana. Dat gaat niet helpen. Nee, okay. Daarmee geef je alleen maar iedere keer aan dat je een fata morgana voor iets reëels houdt. Wij vragen je eigenlijk alleen maar, kijk nou eens. Er is alleen maar zand. Het is een luchtspiegeling. Er is geen water, er staan geen palmbomen. Je kunt je fiets niet vastbinden aan een illusoire palmboom. Ja, maar die boom die moet dikker en die moet dunner en het water moet warmer. En hoe kom ik daar nou? Hoe kom ik van deze modderpoel af? Hij is er niet. Toch lijkt hij er wel te zijn. Ja, dat lijkt zo, maar het is niet zo. En zelfonderzoek gaat dus om het onderscheid te maken tussen wat lijkt en wat is. En dat heeft dus niks te maken met hoe kom ik van hinderlijke gedachten af. Nee. Dat is voer voor de psycholoog. Maar komt het dan neer op het accent verleggen naar... Ja, radicaal het accent verleggen naar wat is werkelijk. Niet hoe kom ik van mijn ongemakken af. Want mijn ongemakken, dat is die fata morgana. Waarbij iets heel grappigs aan de hand is, die namaak ik, die creëert allerlei voorwaarden en eisen en controle shit en weet ik veel wat. En dat gaat er niet naar zijn zin en dan wordt hij ontevreden en dan gaat hij daar weer aan lijden en weer meer controle over en ook maar mensen erbij slijpen. Eindelijk. En dan wil hij nog verlicht worden. Oh ja, ja, tuurlijk, dat denkt hij dan ook nog. Ja. Hij wil wel dan blijven zoals hij was, maar dan wel toch verlicht ook. Dan moet je eigenlijk niks veranderen, maar dan wel dat je de Boeddha zelf bent. Zeg maar. It's not gonna happen. Dan mag ik vragen, ja, jij hebt ook in die fase gezeten dat dat niet duidelijk was. Ja, heb je nog een tip? Wat deed je? Wat ik je zeg. Okay. Ja. Dat is het enige eigenlijk. Yes, hoe radicaler, hoe beter. Ja. Waarom duren dingen lang over het algemeen? Omdat we niet radicaal genoeg zijn. Omdat we van twee balletjes willen eten en denken dat het morgen ook nog wel kan. En ik wil toch eerst van mijn whatever probleempje af. Daarom zeg ik vaak, en heb ik dat in het laatste boekje ook proberen een beetje duidelijk te maken, dat naar mijn optiek de meeste mensen helemaal geen waarheid willen, maar gewoon een prettiger leventje. Waar aan zich niks op tegen is, maar het is wel leuk om dat helder te hebben.
Jouw eerste boekje, dat heet De Vreugde van Verlichting. Het tweede was dat, maar het tweede. Ja. Ja, maar dan raak wat bedoel je dan met die titel? Ja, nou, ik vond het gewoon een leuke titel. Ah, oké, dan is het de ellende van verlichting kunnen heten. Verlichting is niet per se vreugdevol. Wat ik eigenlijk het vreugdevolste vond in een bepaalde periode, als we net doen, alsof er een verleden is, is herkenning, inzien. En die vreugde van dingen inzien of doorzien was voor mij veel belangrijker dan de ellende van onwetendheid of weet ik wat. Er was iets anders, dat is much more powerful. En het is veel leuker om, dit zijn allemaal hele kromme woorden, maar om met of in of als de realiteit te leven dan als een waanvoorstelling. Is er inzien van waarheid? Ja, de waarheid herkent zichzelf. Of niet, meestal. Of niet, ja. En als de waarheid zichzelf herkent, is er geen enkele twijfel meer. Nee, exact. Dus het bewijst zichzelf. Het heeft daarom zei ik al, waarheid mag niet iets zijn wat ondersteuning van iets anders nodig heeft. Het moet zichzelf bewijzen. Daarom gaat het om rechtstreekse ervaring en niet om iets begrepen hebben of iets, het is geen vaardigheid of weet je, allemaal van dat soort dingen. Maar je kan het dus benaderen op alle manieren, maar het laatste is een sprong van de ene berg tot naar de andere. Zoiets, ja. Of een verplaatsing van een millimeter. Dat is eigenlijk accurate. En is de waarheid zelf die dat doet? Er is alleen maar waarheid. Dus op het niveau van waarheid kunnen we niet zeggen dat er iets gebeurt of gedaan wordt, want er is geen tijd. Tijd is van de mind. Nee, er bestaat geen verleden. Strikt genomen, nee. Er is alleen maar dit. Dus ik ben iets wat... Mijn wezen is iets wat geen verleden heeft. Right. En ook geen toekomst, by the way. Ja, als er geen verleden is, dat is een projectie. Terwijl die schijngestalte leeft constant vanuit de projectie van het verleden en daar is zogenaamd wat gebeurd en dan projecteert hij naar voren en dan hoopt hij dat het niet weer gebeurt of weet je wel, dus die leeft constant in die beweging heen en weer en is zelden gewoon met wat er is. Hans, die is ook ongelooflijk reëel. Wat? Dat figuur wat dat allemaal construeert. Het is ongelooflijk irreëel. Maar voor mij, ik bedoel, ik begrijp wat je zegt, snap je? Maar good. Waarom is die er? Waarom is die verkeerde vraag. Waarom is die zo reëel dan? Dat is een verkeerde vraag. Zoeken naar verklaringen heeft geen enkele zin. Dat is weer oorzaak en gevolg, is weer tijd. Herken nu wat je bent, daar gaat het over. Als we, heel simpel, als ik je vraag van vertel mij dingen over jou, kom je met een heel verhaal aan, ik ben daar geboren, ik ben zo oud en dit is wat ik doe en hier hou ik van. Allemaal waarnemingen. Het zegt niets over wat je wezenlijk bent. Je kunt maar alleen maar waarnemingen beschrijven. Dus als we teruggaan, ja oké, maar wat ben jij? Ja, ik ben dit en dat. Nee, aan de kant, wat ben jij dan? Wat weet je 100% uit eigen ervaring zeker over wat jij bent? Op een gegeven moment kan het niet anders dat er iets stilvalt en zoiets alleen maar een soort aanwezigheid voelt. Een onbenoembare nobody. Maar dat kan je dat toch ook niet omschrijven dan? Toch? Mag ik even daar blijven? Dus daarin kan je als het ware, het zijn weer kromme woorden, terugvallen. Je iedere keer als het ware beseffen dat niet wat er allemaal geprojecteerd wordt. Want alles wat ik nogmaals op dat level meen dat er is, het zal een verhaaltje blijken in tijd. En ook nog een heel dubieus verhaaltje. Want als jij je chagrijnig voelt, vertel je andere dingen over je verleden en je wensen dan wanneer je heel blij bent. Dus alles
wat er uit dat zogenaamde geheugen komt, is... Man. Dit is een real trip. Maar één iets, niet iets, in werkelijkheid is gewoon constant. En dat was er toen je 5 was en toen je 15 was. En als je 50 bent, als je 85 bent, stil daar, zit geen krasje op. En dat is de hele tijd beschikbaar, aanwezig. En de meeste van ons, zou ik maar zeggen, die slaan er geen acht op. En zoeken dat wat daar is, namelijk een compleetheid, een vrijheid, een spontane onthechtheid, zoeken ze de hele tijd out there. In relaties en prestaties en geld en aanzien en what not. And it never works. Ja. Maar als je die vraag stelt van wie ben jij en je wil dat puur omschrijven, kan dat omschreven worden? Onderzoeken. Maar? Nee, niet maar. Op het moment dat wij dat gaan omschrijven, dan ga je toch woorden gebruiken die we hebben aangeleerd, die we onszelf eigen hebben gemaakt, maar het iets zoals het is. Kan je dat zo omschrijven? Kan je het... Onderzoek het, vraag het niet aan mij. Onderzoek zelf, kijk wat je bent. En het interesseert mij verder vervolgens geen bal of je er wel of geen woorden aan geeft. Of dat je het leuk vindt om een schilderijtje te maken. Of een liedje te zingen. Of een paar steentjes in een cirkel te leggen. I don't care. Het gaat om de realisatie, niet om de eventuele praatjes erover. En verder is het, lijkt mij evident, dat de beschrijving van wat dan ook nooit het ding zelf is. Maar de grap is dat degene die zichzelf kent, en ik zeg dan bijvoorbeeld, het is niet lokaliseerbaar, het is open, het is neutraal, het is nergens naar op zoek en het is nergens bang van, iemand die zichzelf kent, die zal zeggen ja, klopt. Die weet het onmiddellijk. Iemand die zichzelf niet kent, die denkt, klinkt interessant of vaag. Of... Ja, als jij een sinaasappel op hebt en ik vertel daar iets over, dan zeg je ja. Als je hem nog nooit op hebt, ja, dan wordt het moeilijk praten. Maar mijn idee is dat iedereen die, al is het maar 5 minuten, werkelijk even serieus... weer krom uitgedrukt naar binnen kijkt, die weet onmiddellijk dat daar iets is wat leeftijdloos is, wat zich niet druk maakt, wat nog nooit bang geweest is, wat nog nooit iets aangedaan is. Everybody knows, denk ik. Maar als je het nu neemt, als ik een poging mag doen, er is nu heel intens stil voor jezelf. De geest is stil. Ik zie niet dat er gedachten zijn, emoties zijn. Er wordt geluisterd, dat is het. Goed. Ja. Yes. Ik zou ook niet dat iets sensationeels wordt. Het is volmaakt natuurlijk. En het meest intieme en meest gewone wat er is. Ja. Maar die intense stilte. Ja, die is er. Ja. En strikt genomen is die altijd. Alleen soms is er wat meer mind activity en dan valt het wat minder op. Maar als je even 1 seconde neemt, it's always there. En als ik nog een stap verder mag maken, je merkt ook dat als je erin zit, dan is het gemakkelijk. En als je niet opneemt, is er trekkracht dat die geest je als het ware wil verleiden om naar buiten te gaan, lijkt het wel. Ja, zo lijkt het, ja. Ja, zo lijkt het. Heel goed geformuleerd. Ja. En die schijnbare trekkracht is voor de meeste mensen overtuigend genoeg om de hele tijd weer van huis te hollen. En dan raken ze weer verdwaald en dan kunnen ze de weg naar huis niet vinden en zo denken dan.
Alleen het beste is, van je loopt altijd in je eigen huis rond waar je ook bent. It's a pretty big house. Even weer, man. Is gewaar zijn, hoor. Dan kom ik vaak met van die lullige zinnetjes. Vraag je even af, is bewustzijn al onder de indruk van deze mindfuck? Nope. Oh ja. Of iets mislukt helemaal en je gaat je druk maken. Wacht even. Is het lukken of niet lukken van dit dingetje essentieel voor mijn zijn? Nope. Cool. Let it be. En simpel is het. Het is zo dodelijk eenvoudig. Dat het bijna moeilijk te geloven is. Ja. Maar goed, we moeten het ook niet geloven, maar gewoon inzien. Ja. Dat is ook het leuke, hè? Van als je het gewoon inziet, je proeft dat je ziet dat je bent, dan heb je dus geen enkel geloof of inspanning of oefening of whatever nodig. Het heeft geen ondersteuning nodig. Voordat je iets gaat zitten oefenen, is het er al. Je kan niet eens oefenen zonder zijn. Probeer maar eens. Weet je wel? Of willen bereiken, of voor elkaar krijgen, of... Voordat ik ook maar iets bedenk, is het er al. Dat kan er gewoon niet omheen, zo simpel is het. En dan zeggen mensen nog, ik kan het niet vinden. Beats me. Of je kan pas gelukkig zijn als... Als ik een caravan heb, of de kinderen de deur uit zijn.